Circulair inkopen. Wat is dat eigenlijk? Welke ontwikkelingen zijn er? Welke hulpmiddelen? Waar zitten de moeilijkheden en hoe doe je het eigenlijk? Tijdens deze online bijeenkomst van het platform Circulair Flevoland hebben we het over dit thema, circulair inkomen, inkopen. Bij mij aan tafel een aantal gasten die hier heel veel van weten en zij komen allemaal vanuit verschillende achtergronden. Om u te laten ervaren, je bent niet alleen, er is kennis beschikbaar, ervaring beschikbaar en maak daar ook gebruik van. Deze uitzending wordt opgenomen, is op een later moment terug te kijken. En via de chat kunt u de vragen aan de tafelgasten stellen. Die worden hier bij mij op het scherm geprojecteerd. En indien van toepassing komen ze in het gesprek naar voren en alle andere vragen beantwoorden we op een later moment. En u heeft gemerkt, voor de uitzending was de chat al open en ook na afloop doen we dat, want bij het circulair platform zijn we wel gewend dat u ook connecties kunt maken met elkaar, matchmaking met een mooi woord. Maak daar gebruik van, uw vraag en uw aanbod. Waar bent u naar op zoek, wat wilt u weten met betrekking tot het thema circulaire economie? U kunt u dat na afloop in de chat daar ook weer naar voren laten komen. Een circulair inkopen is geen inkoopbeleid, maar een organisatiebeleid. En dat gaat over het hele proces van opdrachtgeverschap. Niet alleen de inkoopafdeling is daarvoor verantwoordelijk. Bij mij aan tafel de eerste gasten. Jolanda Musson, MRA, specialist circulair inkopen. En Tobias Strating van de Roelofsgroep en betrokken bij Circulair Friesland. Jolanda, in de metropoolregio Amsterdam, de MRA, die bestaat uit 33 gemeentes, 2 provincies en je vulde mij steeds aan de vervoersregio Amsterdam. Wat is dat MRA-collectief eigenlijk en wat doen ze rondom dit thema circulair inkopen? Ja, nou, in 2018, juni 2018, heeft het huidige... De huidige colleges van de MRA-overheden met elkaar een intentieverklaring ondertekend. Dus alle bestuurders van de meeste MRA-overheden rondom circulaire inkoop. En dat was eigenlijk het startpunt om echt met elkaar te gaan samenwerken als collectief op circulaire inkoop. Er zijn toen een paar mooie ambities neergezet. Wat uitging van de mijlpaal in 2022 kopen we voor 10% circulair in. In 2025 voor 50%. En dat is eigenlijk het startpunt geweest dat de verschillende ambtenaren van deze MRA-overheden elkaar ook hebben opgezocht om met elkaar daarvoor echt tools te gaan ontwikkelen om elkaar ook te helpen bij dat circulair inkopen. Dus als eerste is bijvoorbeeld een roadmap ontwikkeld, een 10-stappenplan, hoe je dat introduceert in je eigen organisatie, hoe je komt tot implementatie en dat opdrachtgeverschap. Maar daarna ook verschillende handreikingen. Eind dit jaar zullen dat er zeker 11 zijn totaal voor verschillende inkooppakketten. Heb je daar een paar voorbeelden van? Ja, nou, een hele belangrijke. Het gaat over asfalt en beton. Hè, want met name rond asfalt en beton kan je enorm veel bereiken als het gaat om CO2-reductie. En de milieubelasting is echt enorm belangrijk. Voor de openbare ruimte ook, bijvoorbeeld komt binnenkort een handreiking voor bewegwijzering. En dat is dan weer ook samen met het Landelijke Expertisecentrum voor Inkoop, Piano. Binnenkort komt er ook eentje voor speelruimtes. Okay, dus het is heel breed. Het is heel breed, maar ook op het gebied van facilitair. En we hebben laatst ook gekeken naar renovatie van scholen. Hoe kan je dat circulair doen? En ook die handreiking is inmiddels beschikbaar. En die zijn dan... Voor mensen gewoon die in die materie zitten, kunnen dat gewoon daar terugvinden bij jullie? Ja, dat staat allemaal gepubliceerd op onze website. En wat ik daarmee ook wil duidelijk maken, dat betekent dat binnen de verschillende overheden niemand meer zelf het wiel hoeft uit te vinden. Hè? Dus je bouwt gewoon voort op de kennis weer van een ander. Je inspireert elkaar, je deelt goede voorbeelden uit. Dus dat... Dus je hoeft het wiel niet uit te vinden. En wat ik ook een belangrijk effect daarvan vind, is dat je natuurlijk als overheden gezamenlijk, als je echt met z'n allen voldoende volume weet te bereiken, kan je ook echt een andere marktvraag gaan neerzetten. En daarmee ook echt die circulaire economische activiteiten echt aanjagen. Dus het is ook een heel duidelijk signaal aan marktpartijen. Ja, en een van de marktpartijen,
Die zit naast jou. Ja. Tobias, jij bent van de Roelofsgroep. En de Roelofsgroep is natuurlijk vooral bekend van de GWW Grondweg Waterbouw. Het was altijd een wegenbouwbedrijf. Daar is het mee begonnen. Zo zijn we ooit begonnen. We zijn zelfs nog een stap daarvoor. Hadden we eerst zandwinning. En via de zandwinning zijn we in de wegenbouw terechtgekomen. En later zijn we ook weer naar de projectvoorbereiding gegaan, omdat we dachten dat dat in de groei van het bedrijf dat dat ook beter kon. En nu zie je dat we nog steeds verder. Dus daar is een ingenieursbureau bij gekomen. Ja. Daar werkt nu ook al meer dan 150 mensen, misschien wel richting de 200. Dus we hebben met verschillende kennisexpertises op het gebied van die openbare ruimte. En nu zie je ook dat wij daarin ook steeds meer gemeentes, provincies, waterschappen adviseren over hoe ze circulair kunnen inkopen. En kunnen een project kunnen realiseren. En daar maken we dankbaar gebruik van de tools die bij Piano staan. Ja. Of die landelijk ontwikkeld zijn om daar zinnige dingen te doen als het gaat om inkoop bij overheden. Want hoe meet je nu of een project duurzaam is? Ja, dat is altijd interessant, want duurzaamheid gaat over vele aspecten. Dat kan gaan over levensduurverlengend. Ja. Of het kan gaan over dat we andere grondstoffen gebruiken of dat we juist heel veel gaan recyclen. En of dat we het uit de buurt halen, dus dat we weinig transport hebben bijvoorbeeld. Of dat je het bij einde levensduur weer kan recyclen. En om al die soms wat spraakverwarring over wat nou duurzaam is, is er bijvoorbeeld de MKI ontwikkeld. MKI, dat is? MKI staat voor Milieukostenindicator. En dat is een Nederlands initiatief om de milieu uit te drukken in geld. Er zit een heel systeem achter. Het is op basis van levenscyclusanalyses. Zodat je van grondstofwinning tot de productie, het transport, de aanleg en de sloopfase, dat je over de hele levensduur de milieu-impact kan meten. En daar zijn standaard meetmethodes voor. Er zijn mensen die dat controleren. En dat gaat over en CO2, maar ook over primaire grondstoffen. Het gaat over energie. Dus al die vele aspecten die als het gaan over duurzaamheid, die zijn in die ene tool veel voor GWW, maar ook wel in de woningbouw zie je vergelijkbare initiatieven om die duurzaamheid meetbaar te maken. Om te kunnen zeggen, nou, traditioneel zouden we het op deze manier doen. En nu doen we het duurzaam met andere materialen. Of we doen het met elektrisch materieel of op waterstof. Of, er zijn allerlei innovaties. En dan kunnen we meetbaar maken hoeveel duurzamer het is. En daar maken jullie dan ook binnen de MRA? Zeker gebruik van, ja. Want ik noemde net de handreiking voor asfalt en beton. Ja. We hebben er nadrukkelijk voor gekozen om die milieukostenindicator als gunningsfactor te gaan hanteren. Dus die handreiking die legt dan uit hoe je dat dan doet. Stapsgewijs. En om de verschillende medewerkers bij de MRA-overheden daarin ook te helpen van hoe je dat dan precies doet. Want er zit soms best wel even wat achtergrond, wat inhoudelijke kennis vraagt dat. Hebben we ook een e-learning module ontwikkeld die dan heel op de meest simpele manier mensen daarin meeneemt. Ja. En dat asfalt en dat beton. Jullie hebben in het voorgesprek kwam ook de term groen beton. Nou, naar voren. Heeft dat hier dan ook weer daar ook weer mee te maken met wat jij dan aangeeft? Zeker. Ja, je groen beton, dat kan gaan over de ingrediënten van die in het beton zitten. Dat het zand, de steentjes en het cement. En er is ook een rekentool, de keur rekentool groen beton, die op basis van die levenscyclusanalyses kan doorrekenen hoe duurzaam beton is. Ja. In verschillende varianten. En dan gaat het over het percentage gerecycled materiaal in het beton. Hè? Maar het kan ook gaan om het toepassen van soms organische vezels in dat beton, waarmee je CO2 ook echt opslaat in het beton. Ja. Nou, het gaat allemaal over dat soort aspecten. Ja. Het is soms vrij technisch. Dus dan heb je daar bijvoorbeeld zo'n e-learning module voor nodig of andere aspecten. Of je kan er mensen voor inhuren. En soms is het ook om het uiteindelijk wat er uit die rekenmodules komt, is een simpel getal. En hoe lager dat getal, hoe lager de milieu-impact. En op die manier kan je er mooi beleid op maken en je kan goed aantoonbaar maken waar de milieuwinst zit en hoeveel die dan ook is. Zodat het ook voor een leek goed te begrijpen is waarom je bepaalde duurzame acties doet. Want het lijkt soms of je aan de voorkant dus meer moet investeren, terwijl je aan de achterkant of op termijn dat het blijkt dat het duurzaam is of dat het op lange termijn beter uitpakt?
Ja, meestal, wij krijgen die vragen ook heel vaak, hè, van betekent circulaire inkoop? En de MBA-overheden moeten natuurlijk ook heel goed letten op hun budget natuurlijk. Wordt dat dan niet duurder? En ja, mijn antwoord daarop is ondertussen van, nou, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Ik noem een paar simpele voorbeelden. Twee jaar geleden ben ik ooit meegenomen naar de Admiralengracht in Amsterdam. Daar ligt een kilometerlange steiger, niet van hardhout, maar van materiaal op basis van heel moeilijk recyclebaar plastic. En de reden was, het is en goedkoper bij de eerste aanschaf, dus de investering die je doet. En je bent veel goedkoper uit met onderhoud en beheer, want hardhout heb je veel meer onderhoud aan en dus daarmee kosten. En het gaat veel langer mee. Dus ook met je vervanging ben je dus heel veel goedkoper op termijn. Dus dat is één voorbeeld. Een tweede is, een eerste investering kan dan in sommige gevallen duurder zijn. Maar als je dan kijkt naar de verlenging van de levensduur, waarbij dat je gebruik maakt van een product, of je kijkt naar de onderhoud- en beheerkosten die dan goedkoper kunnen zijn, dan moet je dus veel meer kijken naar de totale kosten. Over de periode dat je daar gebruik van maakt. Hè, de total cost of ownership, die term wordt dan wel eens gebruikt. En als je dan intern die budgetten daarvoor weet te verevenen met elkaar, dan hoeft het in zijn totaliteit dus ook niet duur te zijn. En ik hoor ook het voorbeeld, je kan ook gewoon een plafondbedrag instellen. Zo van, dit is het bedrag wat ik er maximaal voor over heb. En je nodigt of je daagt marktpartijen uit om te kijken wat hun mogelijkheden zijn voor dat bedrag. Werken jullie op die manier ook wel? Kom je absoluut dat al wel tegen? Ja, zeker. Omdat precies die de overheden die veel de infraprojecten en de openbare ruimte op de markt brengen of aanbesteden, die hebben verschillende belangen. Hè, dat moet aan de ene kant moet het niet te duur zijn, want er zijn vaste budgetten. Dat is ons belastinggeld, dus daar ben ik ook blij mee dat ze daar goed op letten. Maar er zijn ook duurzaamheidsambities, maar het moet ook technisch goed zijn. Je wil ook niet dat het straks over een paar jaar dat die weg alsnog moet gebeuren. Dus er zijn verschillende argumenten. En wij hebben bijvoorbeeld voor een project voor de provincie Flevoland, voor de rotonde bij de Dronterweg, hebben we vooraf inzichtelijk gemaakt wat zijn de milieukosten of de milieu-impact van de verschillende varianten. En wat is de total cost of ownership van die verschillende varianten, dus de aanlegkosten en de onderhoudskosten. En wat zijn de technische gevolgen van de verschillende alternatieven? En dan doordat we dat vanuit ons ingenieursbureau inzichtelijk hebben gemaakt, kan de opdrachtgever, in dit geval de provincie Flevoland, een keuze maken welke ze willen. Dus in die zin werken we zeker op lange termijn. En dat is ook logisch, omdat iets kan op dag 1 misschien iets duurder zijn, maar dat verdien je in je onderhoudsfase, verdien je dat terug. En dat kan zowel financiële kosten zijn als ook in de milieu-impact. Dat je misschien in het begin iets meer milieu-impact hebt, maar doordat je in de onderhoudsfase bijvoorbeeld daar minder last van hebt, ben je over 40 jaar veel duurzamer uit bijvoorbeeld. Ja. Dus daarom is het ook goed om, als je het hebt over wat is duurzamer, om ook die scope van waar hebben we het dan over? Is het duurzaam of goedkoop op dag 1? Of hebben we het over duurzaam over de levensduur? Ja, dus dan kom je weer terug op die levenscyclusanalyse van hoe komt dat? En op onze achtergrond is inmiddels die rotonde ook te zien. Ja. Wat was nou het meest bijzondere voor jou vanuit de Roelofsgroep, dat je denkt van, nou, dat is nou het meest bijzondere aan die rotonde? Nou, hij is van beton. Ik op weg hier naartoe naar de studio reek er overheen en denk, hey, het is beton. Ja. Is het dan groen beton? Er is hier een hoog percentage gerecycled beton gebruikt. Dat is dat wat anders dan groen beton? Ook daar hebben we het bijna over definitie. Maar het is een duurzaam beton, maar het is niet het meest duurzame bijvoorbeeld. Maar dat van wat ik eigenlijk bijna het mooiste ervan vind, is het procesmatige dat de provincie Flevoland heeft gekeken van, we kijken en naar duurzaamheid en naar het geld en naar de techniek. En daar gaan we geïntegreerd kijken wat is de beste oplossing voor dit. Dus wat ze hadden kunnen zeggen, we doen het voor 100% duurzaam of 100% gerecycled beton. En dat ze allerlei technische innovatieve kunstjes hadden gedaan, dat had gekund. Ja. Valt ook wat voor te zeggen. Maar ze hebben juist die afweging gemaakt tussen het geld, de duurzaamheid en de techniek. En dan ben je volgens mij als opdrachtgever heel goed bezig om die verschillende belangen af te wegen. Ja. En dat je dus niet alles op bijvoorbeeld duurzaamheid zet. Hoe fijn ik dat ook vind vanuit mijn duurzame hart. Maar daar bijvoorbeeld misschien de techniek uit het oog te verliezen. En dan heb je misschien een hele duurzame rotonde, maar die over 5 jaar misschien niet meer voldoet.
En dan blijkt het uiteindelijk toch niet duurzaam zijn geweest, omdat precies. Je moet hem weer afbreken. Ja. Dus wat ik eigenlijk het mooiste vind hiervan, is dat de opdrachtgever, dat de provincie Flevoland in dit geval, juist die integraal naar deze rotonde heeft gekeken. En is dat ook hoe jij werkt in jouw projecten? Dat je die drieslag van duurzaamheid, techniek... Ja, kijk, dat is natuurlijk aan de MRA-overheden zelf. Hè. Die zijn zelf opdrachtgever voor de verschillende projecten. En die maken daar zelf natuurlijk ook allemaal weer hun eigen afwegingen in. He, dus dat verschilt ook weer per project. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat marktpartijen die deze ontwikkeling zien... natuurlijk zelf ook steeds meer bereid zijn om zelf ook te gaan investeren. Als er voldoende marktvraag natuurlijk is. Steeds weer ook in nieuwere innovaties. Dus het staat niet stil. Dus ik ben ervan overtuigd dat misschien over 5 jaar of zeker over 10 jaar... er misschien weer zulke nieuwe innovaties zijn gedaan. Dat je echt helemaal CO2-neutrale wegen kan aanleggen of rotondes kan aanleggen. En dat is dus mooi, omdat die meetmethodieken nu min of meer vaststaan, dat we daar hebben gekozen. Weten de leveranciers en de aannemers ook waar moeten ze op investeren. En gaan ze ook andere typen, beton, asfalt, of gaan ze ook integraal denken om aan die integrale vraag van de opdrachtgevers te gaan voldoen. En dat merken wij bij Roelofs ook. We merken aan duurzame asfaltmengsels zijn we ook mee bezig. Omdat je daar in die aanbestedingen, in die leidraden die gepubliceerd zijn, dat je daarop kunt scoren, dat beloond wordt. Ja, dus die beloning van je goede gedrag, dat is dan van dat je toekomstgericht daarmee bezig bent en op zo'n manier de circulaire cirkel rondmaakt met elkaar. Ja, zeker. Laten we het daarmee afronden, het gesprek. Dank jullie wel voor jullie mooie verhaal. En dan spreken we elkaar straks na afloop weer verder. Doen we. Oké, bedankt. Want bij de provincie, waar we nu mee bezig zijn natuurlijk, is het circulair inkopen. Maar de provincie heeft heel veel instrumenten. En een daarvan zijn de ketens. Om de circulaire economie te bevorderen en te ondersteunen. En hier aan de desk is iemand komen staan die van een nieuwe keten heel veel weet. Er zijn verschillende ketens over duurzaamheid en de winst is altijd dat het naar hergebruik moet leiden. Arun Swami Persaut van de Houtmijn. De Houtmijn, wat is dat eigenlijk? De Houtmijn is een initiatief wat wij gestart zijn met een aantal partners. Om van oude meubelen die eigenlijk afgedankt zijn, om daar nieuwe meubelen van te maken. En dan wel op een manier dat die meerdere generaties meegaan. Dus niet een meubelstuk maken waarvan je zegt, nou, na een 6 jaar of 5 jaar ben ik erop uitgekeken. We willen tijdloze meubels maken die eigenlijk meerdere generaties meegaan. Je wilt tijdloze meubels maken en daarmee doe je dus hergebruik van oude meubels. Wat voor soort oude meubels moet ik dan aan denken? Ja, het initiatief, dat is best wel een persoonlijk verhaal. En dat is een verhaal wat mij overkwam. Maar ook toevalligerwijs een van de andere partners die in dit initiatief meedoet. Mijn moeder die raakte op leeftijd en moest op een gegeven moment het verzorgingstehuis in. En zij is altijd heel zuinig geweest op haar meubels. Zij had dus van die massief notenhouten tafels en banken. En wat doe je dan op een gegeven moment? Dan wordt er met de kinderen overlegd van wat gaan we met die meubels doen? Nou, dus dan ik en mijn broer en mijn zus. Die had het gesprek van, wil jij het? Maar ja, iedereen heeft... Iedereen heeft zijn eigen spullen al staan. Dus dan is de tweede stap, probeer marktplaats. Geen reactie, want het was in de tijd dat heel veel mensen hun huis aan het opruimen waren. In die coronaperiode. Derde stap, kringloopwinkel gebeld. Nou, die zei van, ja meneer, er zijn heel veel mensen die aan het opruimen zijn. Dus wij doen het niet. Dat overkwam mij. Dat overkwam ook een van de andere mensen met wie wij in gesprek waren. En bij mij is het geweest, van op een gegeven moment heb ik een huisontruimingsbedrijf gebeld. Daar kwam een container, een afvalcontainer. Dus daar gingen die meubelen van mijn moeder in. En dat werd door een sterke man in elkaar getrapt. Ja. En uiteindelijk is dat waarschijnlijk verbrand of ergens gestort.
En zo kwam jij op het idee van, ja, hey, kunnen we daar niet wat anders mee? Ja, dat was één. En iets anders wat eigenlijk praktisch tegelijkertijd overkwam. In een ander traject was ik bezig met het opzetten van een MKB, een timmerbedrijf. Dan ga je eens kijken van wat koop je eigenlijk, hè, als je meubels wil maken. En toen viel het me op dat hout, dat is heel duur. Ja. Dus als je een stukje bij de bouwmarkt gaat kopen, dan betaal je daar heel veel geld voor. Hoe kan het dan dat wij aan de ene kant grote meubelen weggooien en dat het eigenlijk heel veel waarde vertegenwoordigt? En toen hebben we met elkaar gezegd, hè, dus de partijen dat zijn HVC, een partij die zich bezighoudt met het inzamelen van afval in een groot aantal gemeentes in Nederland, onder andere hier ook in Lelystad. Een concern voor werk, we zouden het eigenlijk uit elkaar kunnen halen, hè, dus mensen in een ook arbeid kunnen helpen. Damas Hoed, dat is het MKB-bedrijf. Dat is een heel begenadigde Syrische timmerman die hier zijn bedrijfje heeft opgezet. Majid, een kunstenaar beeldend kunstenaar uit Almere, die zich al heel erg bezig was om het materialen her te gebruiken in zijn kunstobjecten. En we vonden HJ. Die zei van, nou, restaurants. En je mag het bij ons daar neerzetten. Ja, hè, met de prijskaartjes eraan. Precies, prachtig. Ja. Wat mooi. En dat is nu dus ongeveer opgestart. Dat gaat beginnen? Ja, vanaf 1 juli zijn we... Vanaf 1 juli gestart. Ja. En omdat jullie de nieuwste keten bij de provincie zijn, mogen jullie ook deze mooie wisseltrofee van Flevoland Circulair, die mag jij meenemen. Want die mag altijd bij de nieuwste keten mag die staan te pronken, omdat je gewoon een prachtig mooi initiatief hebt ontwikkeld. En ik wil jullie daar heel veel succes bij wensen met het vervolg. En ik ga het in de gaten houden. En als ik bij HJ een kopje koffie drink, ga ik zoeken naar jouw tafel. Ja, is goed. Dankjewel. Dankjewel. Een organisatie die zelf initiatief heeft genomen om circulair in te kopen is het Flevo Ziekenhuis in Almere. En zij hebben een adviesbureau, CAF, hebben zij ingehuurd om te versnellen in verduurzaming van het afvalmanagement. Aangeschoven zijn hier Meindert Engwerda, inkoop Flevo Ziekenhuis, en Gerrit Tol. En er staat bij jou zo mooi circulair afvalregisseur van CAF. Even eerst CAF, wat betekent CAF? Circulair afvalmanagement Phoenix. En Phoenix is het vuurvogeltje, zeg maar, dat telkens uit zijn eigen as herrijst. Mm-hmm. Super circulair. Ja, ja. En wat is nou jouw functie? Want wat is nou een circulair afvalregisseur? Ja, wij helpen bedrijven bij het versnellen en het halen van hun circulaire doelen. En dat doen we door het optimaliseren van het afvalmanagement. En dat is weer kort gezegd het minimaliseren van restafval. Ja. Het zoveel mogelijk creëren van grondstoffen. En dat met zo min mogelijk CO2-uitstoot. En vaak ook nog, of tenminste dat proberen we dan, om ook de kosten daarbij rekening te houden. Zo min mogelijk kosten. En dat doen we van heel breed. Dan pakken we de hele keten. We gaan van wat er zit er in het afval. Waar komt het vandaan? Waardoor is het zo ingekocht? Dus we komen al heel snel bij de inkoop. En nou ja, we pakken die hele keten dan. Ja, dan begin je eigenlijk terug te rekenen van, hey, dit is, of terug te redeneren van dit afval zien we. Ja. En waar komt het vandaan? Hoe is het geleverd? En wat kunnen we daarin dan allemaal alles veranderen? Alles wat als afval zit, is een keer ingekocht. Ja. Want over afval inkopen gesproken, Meindert. Hoeveel ton afval kopen jullie in? Ja, wij kopen jaarlijks 550 ton afval in. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik noem dat altijd zo, omdat als we kijken naar de totale keten die wij doorlopen, dan kopen wij dus heel veel producten in. En die leveren uiteindelijk heel veel afval op. En dat is die berg van 550 ton. En daar willen we nou juist een stuk verandering in brengen. En daarover hebben we CAFS ook gevraagd om daar een analyse op toe te passen. Ja. Zodat we kunnen kijken van, kunnen we die berg ook drastisch verminderen? En kunnen we die berg ook zodanig veranderen dat dat weer tot grondstof leidt? Want als we nu kijken naar waar gaat deze afvalberg heen, ja, dan zie je dat er eigenlijk nog heel weinig circulair kan worden aangeboden. En dat is dus, jullie willen dat veranderen. Hè? Afval moet grondstof worden.
Afval, we hebben twee doelstellingen. We hebben een doelstelling, alhoewel we die nog wel laten beïnvloeden door de analyse van CAFS natuurlijk. Maar die willen we drastisch verminderen. Dus het zou mij een heel mooi doel zijn als we die berg eigenlijk zouden kunnen halveren. En dat is ja, best wel ambitieus. Maar ja, soms moet je wat ambitieuze doelen stellen om ergens te komen. Maar ook te kijken van kunnen we dan datgene wat er dan toch aan het eind van onze zorgketen als afval of naar de afvalcontainer toe gaat, kunnen we daar ook grondstoffen van afleiden. We hebben nu best wel veel verschillende afvalstromen. Dat zijn er op dit moment ongeveer een 27. En eigenlijk is daar maar 1, 2, 3 stromen die op dit moment tot hergebruik leiden. Dat is voornamelijk papier en karton, dat is wat hout en dat is wat ijzer. Dat zijn de standaard afvalstromen. We zouden zeker in dat medische, waarin nog heel veel toch als specifiek ziekenhuisafval wordt afgevoerd, wat relatief heel duur is. Daarin zouden we toch verandering willen doorvoeren of kunnen doorvoeren tezamen met onze toeleveranciers om te kijken van kan dat niet anders en kunnen we daar niet in reduceren. Die afvalreductie, dan kom jij dus in beeld? Ja. Of jullie of vanuit de organisatie? Ja. Om eens te kijken wat er is, hoeveel is het en is daar een markt voor, maar ook om te kijken zeg maar kan je die stroom voorkomen? Misschien toch weer net iets anders in. Of dat de inkoop met de leverancier iets afdwingt. Dat het net even een betere kwaliteit is die je daarna weer heel goed kan afzetten. Dan gaat die niet als restafval weg, maar wordt het ook een goede recyclebare stroom. Dus zo zijn we een beetje alle afvalstromen aan het kijken. Dus er volgt nog een analyse en daaruit vandaan gaan we dan werken. Dus je begint achteraf. Tenminste, zo werken wij achteraf. En je kijkt wat het is, wat voor stromen, hoeveel. En wat is de huidige afzet? En die ga je afzetten tegen wat er nu is er mogelijk. Als we die stroom misschien iets veranderen. Dan kijken we nog hoe het wordt ingezameld intern. Heb je de juiste bakken? Dus dat komt eigenlijk heel precies? Het komt. En je hebt ook nog de mensen zelf nodig. Waar je door het makkelijk moet maken dat ze goed kunnen scheiden. Maar als je maar één of twee bakken hebt en mensen hebben 27 verschillende stromen, dan gaan er heel veel bij elkaar. En dat maakt het dan net weer niet bruikbaar. Dus, nee. Dus dat moet ook. En als je dan nog een stapje verder, dan kom je zeg maar bij de inkoop weer. Want je zegt, je hebt de mensen nodig. Zijn jullie mensen gemotiveerd om daarin ook te willen veranderen? Ja, je ziet dat dat binnen het ziekenhuis behoorlijk veranderd is de afgelopen jaren. Eigenlijk in de hele maatschappij zien we dat. Maar dat zien we ook terug in het ziekenhuis. We zien binnen het ziekenhuis behoorlijk wat enthousiasme. En er komen best wel heel veel ideeën, ook vanuit de werkvloer, om iets te doen met de diverse afvalstromen. We hebben green teams in ons ziekenhuis. We hebben een green team OK, dat is een van de meest actieve. Onze OK produceert over het algemeen het meeste afval van het totale ziekenhuis. Per operatie komt daar gemiddeld zo'n 24 kilo aan afval. 24 kilo per operatie? Per operatie komt daar zo'n beetje als afval vandaan. En dan heb je het over de verpakkingen van de steriele dingen, tot de operatiejassen, handschoenen. Je hebt het over de spuitjes, de handschoenen, allerlei medische materialen die daarbij gebruikt. Voornamelijk ook veel verpakkingsmateriaal zien we daar. En daar proberen we nou echt een verandering. En die green teams die zijn dus gevormd vanuit medewerkers van de diverse afdelingen. En die brengen ook al die initiatieven naar voren. En proberen we daarin ook met dat enthousiasme van deze mensen echt een verandering te realiseren. En wat mooi. Daarin willen we echt graag. Ja. En soms hebben we nog wel best wel wat beperkingen waarin we meer willen dan op dit moment kan. Meer willen dan dit op dit moment kan. En dan, wat doen jullie daar dan aan? Of wat kun je daarmee? Nou, die 24 kilo afval zeg maar, per operatie is natuurlijk geen afval. Daar zitten heel veel bruikbare goede materialen bij. Die misschien net iets anders moeten ingezameld worden. En dan kan je ze weer afzetten. En dat zijn we nu een beetje aan het onderzoeken. Mm-hmm. Dus dat is onze taak. En kun je daar een voorbeeld van noemen? Dat kan wel, zeg maar. Elke verpakking die daar gebruikt wordt, van elk gebruiksmateriaal wat de chirurg gebruikt, zit dubbel verpakt in een soort folie.
en een laag papier. Dat trekken ze van elkaar af, halen ze het gereedschap eruit. Ik noem het gereedschap, dan halen ze eruit. En dat is aan de ene kant is het goede papier, aan de andere kant is het goede folie. Alleen, ja, er zitten, het is wel eens onbruikbaarder, omdat er soms hele grote stickers op zitten met de gebruiksaanwijzing. Ja. Die gaat niemand lezen als hij dat gaat doen. Dus ja, dan is onze vraag, zeg maar, kan dat er niet af? En dan moet Mijnders dat weer met zijn inkoop of met zijn leverancier proberen weg te halen. Dan is het op zich een hartstikke mooie folie en een goede soort papier. Maar zo'n gebruiksaanwijzing is waarschijnlijk verplicht, omdat je, nou ja, ook al gebruiken ze... Alle medische hulpmiddelen moeten voorzien zijn van een gebruiksaanwijzing. En ja, als je dat in boekvorm doet, dan geeft dat best wel veel papier als afval. Ja. En kan dat niet anders? En dan zien we gelukkig wel initiatieven. We zien nu bij een leverancier die bij ons de lenzen levert, die bij patiënten bij een cataracteningreep worden geïmplanteerd, dat die gebruiksaanwijzing nu in een datamatrix op de verpakking zit. Oh, mooi. Waarin je dus niet meer het boekje, wat ja, zo ongeveer zo dik is, meekrijgt met de verpakking, met de materialen. Maar dat je dat dus nu eigenlijk op een andere manier doet. Ja. Maar daarin hebben we wel de industrie ook nodig. En daarin zien we soms ook dat, ondanks dat wij best wel een grote partij in de markt zijn, dat we op de wereldmarkt natuurlijk, waar deze spelers, deze leveranciers actief zijn, ja, ook maar een wat kleiner speler. En daar hebben we wel weer de collectiviteit nodig van ook de inkoopcollega's van de andere ziekenhuizen, om hier proberen om hier een verandering in door te voeren. Dus want het leeft niet alleen bij het Flevo ziekenhuis, nee, maar het levert ook bij het Sint Janszal, het levert ook bij het Tergooi, het levert eigenlijk bij alle ziekenhuizen in Nederland. Dus de analyse die jullie nu voor het Flevo ziekenhuis doen, dat kan dan straks, dat kan ook uitgezet worden bij andere ziekenhuizen dus ook? Jazeker, wij delen veel in deze markt en proberen ook veel van elkaar te leren. En op het moment dat wij een bepaald onderzoek hebben laten uitvoeren en het levert bepaalde resultaten op, ja, dan zijn we zeker genegen om dat ook te delen met anderen. Precies. Want daarin hoop ik ook dat ik niet alleen iets aan een ander kan geven, maar dat ik er ook weer een stukje op terugkrijg waar ik weer van kan leren en waarin we toch de doelstellingen rondom dit thema toch met elkaar kunnen realiseren. En merk je dat het ook, want Mindert is heel gemotiveerd, hè? Die is, je hoort echt dat het bij jou ook gewoon iets is wat, waar je zelf gewoon volledig achter staat. Ja, bij mij komt het niet vanuit het moeten, vanuit het precies, willen. Precies, dus vanuit het willen. Het is niet vanuit het moeten, maar vanuit het willen. Maak je dat ook wel eens anders mee? Nee. Iedereen wil hier graag aan meewerken. Het is vaak de onbekendheid en met wat er moet gebeuren. En mensen denken er ook niet altijd bij na. En dat is ook een dingetje wat meetelt in het hele proces. Mensen moeten bewuster worden en zo. Maar er is niet echt iemand die dwars legt. Of zo. Nee, dat maken wij nog niet mee. Nee, ongelukkig. Als wij ook ingehuurd worden, zijn we ook meestal mensen die het graag willen. Die het graag willen, ja, dat is natuurlijk zo. Dus, ja. Dus dat is wel positief. Ja, mooi, echt mooie verhalen. Ik laat ergens een deur dicht, maar dat is dan zo en daar dealen we mee. Dat is gewoon studiowerk natuurlijk. En, want dat is natuurlijk ook wat je... je moet dealen met de dingen waar je mee te maken krijgt. En je krijgt nu van overheidswegen misschien wel dingen opgelegd. Hè? Van het moet meer circulair, het mag niet meer, of het moet meer duurzaam inkopen, het mag niet meer op de ouderwetse manier. Deal er maar mee. Succes, zoek het maar uit. Ja, werkt dat zo? Ja, nou goed, kijk, we hebben natuurlijk nationaal en wereldwijd natuurlijk een aantal doelstellingen als het gaat om de CO2-reductie. Ja, daar vullen wij als ziekenhuis natuurlijk, hebben daar ook een rol in om die reductie mede te realiseren. En datgene wat we samen met CAFS proberen te doen, helpt daar natuurlijk bij om die doelstellingen te realiseren. Ja. En maar dat doen wij vanuit die gedrevenheid. De overheid heeft natuurlijk ook als plan om in 2030 50% circulaire economie te organiseren. En in 2050 zelfs 100%. Ja. En het beleid gaat natuurlijk wel die kant op. Dus je met de CO2-tax, met een belasting op het verbranden, op het storten, dwingen ze bedrijven, ja, niet echt dwingen, maar wel een beetje om er wel mee bezig te gaan. Dus het is op een gegeven moment geen vrijwilligheid meer. Nee, het is een zachte dwang om te zorgen dat we met elkaar... Ja, en dat is ook een goede zaak, denk ik. Ja, dus dat we met elkaar ook een goede toekomst garanderen voor de generaties na ons. Ja, en alles wat je kunt doen, daar zetten jullie in ieder geval heel erg voor in. Ik hoop dat die 27
reststromen, dat dat teruggebracht kan worden naar minder. En ik laat me graag op de hoogte houden. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Oké, graag gedaan. En voor de kijkers thuis, ik heb een chatvraag gemist, denk ik, voor het eerste gesprek. Want het was een vraag vanuit de gemeente Lelystad, iemand vanuit de gemeente Lelystad. Want die wilde weten, wat is voor overheden nou een goede eerste stap om te beginnen met implementatie van een tool als MKI? Maar ik denk dat dat echt een vraag is die bij het eerste gesprek wel hoorde. Dus u krijgt daar antwoord op voor de vragensteller. Maar dat komt helemaal goed. Dat wordt voor u geregeld. Ik zie in mijn rechterooghoek, zie ik inmiddels Leon staan. Want we gaan naar een volgende keten. Die circulaire economie, daar moet winst vandaan komen natuurlijk. Het is het hoogwaardiger inzetten van reststromen dan momenteel het geval is. En er worden heel veel verschillende producten gebruikt om dat voor elkaar te krijgen. En een van die producten is een plant die we door heel Flevoland zien. Een invasieve exoot. Ja. De reuzenberenklauw. Ja. Een plant die veel mensen een doorn in het oog is, maar jullie hebben daarvoor iets bedacht. Dat is juist. Vertel. Ja, we hebben vanwege ook de last wat we met de plant hebben. En met name ook voor blaren die je ervan kunt krijgen. Dus echt een dingetje. We willen er vanaf, maar dat kost veel geld. Hoe kunnen we daar mee omgaan en kunnen we er iets van gebruiken? Het zijn hele mooie stengels. Ze zijn groot, ze zijn reuzen. Mm-hmm. En die zijn dus sterk. En dat bracht dus op het idee van, goh, misschien kunnen we daar wel die verwerken. Misschien in papier of karton. Nou, dat is gelukt. Maar misschien zit er nog meer in, dat we nog meer gebruik maken van die sterke vezels. En toen kwamen we eigenlijk op het idee om er een biocomposiet van te maken. Een biocomposiet? Biocomposiet. En dat is zeg maar een polymeer, een hars, een binder met bijvoorbeeld een vezeltje. De vezeltjes uit die stengel van die reuze berenklauw, ja. Die wel een meter of 4 hoog kunnen worden. En dat hebben we geprocessed, om het zo te zeggen. Uitgeperst. Het sap, misschien zit daar nog iets interessants in. Want uiteindelijk, het doet ook iets met je huid. Dus misschien zitten er nog waardevolle stoffen in. Ja. En we hebben het zeg maar gedroogd en gemalen. En dan krijg je dit soort vezeltjes. En die kun je vervolgens opmengen. We noemen dat compounden met een duur woord. Met een polymeer, met een binder, zeg maar. En dan krijg je dit soort korreltjes. En hier zit nu 30% van dit zit hierin verwerkt. Okay. En dit materiaal laat zich perfect spuitgieten, vloeibaar maken en dan in een malletje. En voilà, dan krijg je zoiets als een verkeersbord. Geweldig. Eigenlijk ook alleen op een andere plaats in de berm, maar dan met een hele goede functie, ja, voor onze veiligheid. Dus de reuzenberenklauw, die eigenlijk gewoon een ellendig ding is, ja, waar iedereen van af wil, ja, jullie maken van de nood en deugd. Dat is juist. En dat zijn we aan het onderzoeken. Door eerst vanuit het grondstofcollectief in Almere, ja, te onderzoeken. Wat kunnen we ermee op laboratoriumschaal en vervolgens op een pilotschaal. Ja, en toen kwam al snel dus ook de eerste industriële proef met een industriële spuitgieter. En dan ga je eens kijken van oké, en kunnen we die sticker opplakken? En hoe ziet het er een beetje uit? En doet hij wat hij moet doen? Ja. Is die hufteproef? Nou, maar dat zijn we nu eigenlijk met elkaar aan het leren. En hoe onderzoeken jullie dan hoe lang dat meegaat? Je kunt verouderingstesten doen door bloot te stellen aan UV, aan hoge temperatuur. En dan kun je weer stukjes uitsnijden uit het materiaal en die weer in de trekbank doen. En op die manier, hoe veroudert die, hoe snel gaat dat, ja, enzovoort. Of moeten we trucjes toepassen om hem iets minder snel te verouderen. Een soort dakcrempje toevoegen. Nou, dat soort trucjes. Nou, dat gaat dus heel langzaamaan de goede kant op. En wanneer zijn jullie gestart met dit onderzoek? Met het onderzoek van dat het probleem heel erg zichtbaar werd, dat is intussen 3 jaar geleden. Toen we gewoon met elkaar goed in beeld kregen van god, dit wordt echt een dingetje. Ja. En overigens niet alleen voor de Flevopolder, maar echt voor heel Nederland. Van hier moeten we iets mee. Het kost veel, veel geld, om het zo te zeggen. Met name om het even te bestrijden of het beheersen, laat ik het zo zeggen. En toen zijn we eerst gezegd, nou, wat zit erin? Dus dat noemen we dan met een vierkantsverwaarding. Dus je perst hem uit, wat zit er in het sap? Zitten daar waardevolle stoffen in, waar we misschien iets mee kunnen? En met die vezelfrak, die hebben we opgewerkt. En uiteindelijk zijn we daar begonnen. Nou, laten we eens proberen toe te passen in papier en karton. Nou, dat was goed gelukt. En net wat ik al daarnet ook zei, ja, dan wil je eigenlijk nog wat meer. En toen kwam, ja, die mooie link met ook producten waar vraag naar is. En dat is vraag in de buitenruimte. Ja. En dan heb je eigenlijk van de berm voor de berm. Nou,
En we lossen ook nog een probleem op. En je lost ook nog een probleem op. Want ja, die hele reuzenberenklauwen, het wordt inderdaad, het groeit je letterlijk boven het hoofd uit. Ja. Maar, en ja, we spreken daar aan tafel zo meteen, gaan we daar nog over doorpraten. Want dit is een voorbeeld van een biobased product. Dat is juist. Ja, ja. En op dat onderwerp, wij lopen naar de desk. Want daar is inmiddels Esther Stapper aangeschoven. En zij is onder meer de ketenmanager van dit project, van de reuzenberenklauw. En we gaan het hebben over de biobased producten, Esther. Wat zijn dat nou eigenlijk? Ja, biobased producten zijn producten gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Dus grondstoffen die zich weer opnieuw groeien, Yeah. En daarmee blijven we eigenlijk weg uit de fossiele grondstoffen. Die ja, vaak wel miljoenen jaren nodig hebben om, ja, om tot stand te komen. Dus je gebruikt iets wat er is. En dan vervolgens ga je dat, nou ja, zoals dat mooie voorbeeld van die verkeersborden, ga je dat dus gewoon ergens toepassen. Ja, ja, dus eigenlijk gebruik je bij biobased materialen, dat zegt iets over de grondstof. En die grondstof, ja, in dit geval berenklauw, maar dat kan ook gras zijn of hout, heel bekende natuurlijk. Maar ook stromen uit de agrarische industrie, dus tomatenstengels, paprikastengels. Eigenlijk zijn we op zoek naar, kunnen we nou die biomassa of yeah, die groene hernieuwbare grondstoffen, kunnen we die verwaarden en in materialen verwerken. En vervolgens van die materialen weer nieuwe producten maken. Prachtig. En wat is jouw, want je bent dan de ketenmanager van de reuzenberenklauwketen. Ja. Daar werken jullie dan ook samen in. En wat is jouw expertise met name? Nou, je ziet in de praktijk, ik ben nu 10 jaar bezig met het realiseren van biobased infraprojecten in de buitenruimte dus. En je ziet dat het vaak in de pilotfase blijft hangen. En het doel van het ketenmanagement is eigenlijk, hoe komt het nou dat het heel moeilijk blijkt om door te pakken? Dus hoe kom je nou van pilotfase in echt een business case? En het doel van de keten is dus de keten in beeld brengen. Wie komen er allemaal bij kijken? Nou, dan blijkt al dat er verschillende sectoren met elkaar opeens samen moeten gaan werken. En waar zitten daar dan de bottlenecks? En nou ja, die proberen we boven water te krijgen en dan te kijken, ja, waar kunnen we daar iets in veranderen? Of een mindset veranderen of een cultuur veranderen? Of, ja. En die bottlenecks boven water krijgen, hoe doe je dat? Kun je een voorbeeld noemen van hoe je dat dan aanvliegt? Van hoe zorg je dat gewoon ook werkt? Nou, dat begint denk ik al om door die nieuwe ketens. Ketenmanager, dat zijn vaak nieuwe ketens. Het zijn allemaal schakels. En omdat die nieuw is, hebben we eigenlijk nog niet met elkaar samengewerkt. Normaal, wat Esther net ook al zei, koop je een verkeersbord van aluminium, bijvoorbeeld. Ja. En nu zou je zeggen met een bioplastic, maar nu hebben we ook nog met berenklauw. Dus dat zijn andere sectoren die voorheen eigenlijk niks met deze keten of met dit product te maken hebben, die je nu bij elkaar gaat zetten om die keten te vormen. Nou, je hebt een hele andere cultuur in die bedrijven. Je spreekt een ander vakjargon, een andere taal. De tijd van warm inkopen of koud inkopen en koud verkopen, dat gaat hem hier ook niet worden, want je moet elkaar leren kennen. Dus je hebt tijd nodig. Je moet proberen elkaar te begrijpen, zodat je in dat innovatieproces van, nou, wat ik hier niet zo kan doen, kan jij misschien daar wel doen, scheelt mij weer. En daarmee heeft de keten als geheel uiteindelijk weer een plus. Dus er zijn eigenlijk heel veel bottlenecks die voor een deel technisch van aard zijn. Technisch kunnen we vaak oplossen. We kunnen ook naar de maan, zeg ik altijd. Maar 75% van dat innovatiesucces, dat is gekoppeld uiteindelijk aan het sociale component. Dus die sociale component, dat hoorden we eigenlijk in het vorige gesprek ook. Hè, van het is een kwestie van je moet het willen en het moet niet moeten zijn. Ja. Dat is dus waar jullie in jullie werk ook wel tegenaan lopen. Ja, ja, ja. Nou, sterker nog, ik denk dat wil je dat laten lukken, dan moet dat allemaal opgelijnd worden. Ja. Want het is een nieuwe keten, het is er nog niet. Dat heeft smeerolie nodig en tijd om elkaar te begrijpen. En ook doordat je met elkaar gaat praten, en die input van bijvoorbeeld gewoon stakeholders die de buitenruimte, de dienst voor de buitenruimte, die verkeersborden plaatsen en dergelijke, die ervaring wil je zo vroeg mogelijk ergens in die keten of in die ontwikkeling stoppen. Precies. Dat wat je aan het doen bent, strak ook geaccepteerd wordt. Sterker nog, die tips en tricks die ze misschien hebben, kun je meenemen. Ja. En dan heb je een betere fit for use.
om het zo maar te zeggen. Nou, dat is zo, ja. Ja, en maken jullie ook gebruik van die levenscyclusanalyse, die MKI-indicatoren, zeg maar, de milieukostenindicatoren? Maak je daar gebruik van in het werk? Ja, nou eigenlijk zoals Jolanda en Tobias er straks al aangaven, je ziet steeds meer dat MKI meegenomen wordt in aanbestedingen. Dus bij het uitvragen wordt niet alleen beoordeeld op de inkoopprijs, maar ook op de, ja, de milieukosten. Het feit dat het milieukosten zijn, zegt al dat, dat je er eigenlijk voor moet betalen. Mm-hmm. In veel aanbestedingen zie je ook dat het bij de inschrijfprijs opgeteld wordt. Wat dus betekent dat de opdrachtgever het ook echt als kosten ziet die je maakt. En dan is het zaak om die zo laag mogelijk te houden, waarmee jouw totale aanbieding de laagste wordt. Precies. Ja. En dan terug naar die verkeersborden, hè? Want je hebt dan een voorbeeld laten zien. Hoeveel zijn er nou eigenlijk gemaakt van die borden op dit moment? Vorig jaar is er een pilot gestart. Ja. In die pilot zijn 10 verkeersborden gemaakt. Maar goed, met 10 verkeersborden kun je nog geen, heb je nog niet alle bottlenecks in de keten in beeld, zeg maar. Maar goed, 10 stuks zijn er nu gemaakt. Ja. En wat is jullie doel met met deze keten? Nou, met deze keten die dus nu qua personen bij elkaar gebracht wordt, om elkaar te snappen dat we ophalen hoeveel verkeersborden wil je nu per gemeente. He, dus de Flevoogse gemeentes wil je eigenlijk afnemen. Dus dat we ook wat vraaggestuurd gaan werken. Dat wordt met een innovatie ook nog wel eens vergeten. Maar het is dus belangrijk, niet aanbodgericht met die berenklauw, want die is er over een jaar ook nog wel. Maar hebben we daar vraag? Hebben we kunnen laten zien dat die berenklauw ook iets toevoegt aan het bestaande? Nou, dat hebben we gezien, want het is een hele sterke vezel. Die geeft ook dat bord extra hufteproefheid, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat is ook een plus. Het is een regionaal product. En dan wil je eigenlijk nog weten, goh, als we nu eens een paar honderd maken, dan kom je ook tot betere kentallen van de productie. Ja, loopt precies. Die productie goed? Heb je goede processability? En dan heb je eigenlijk ook goede kentallen voor die business case. En dus het plan voor nu, voor het komend jaar, is eigenlijk 300, 400, 500 verkeersborden te doen. En dan kunnen we dus een langere runtijd maken op de spuitgietmachine. Ja. Ja. Zodat we veel beter kunnen rekenen. En dat die dus ook echt competitief is. Want uiteindelijk is het een buyer-based product. Moet dit probleem meehelpen oplossen, zodat er beter beheerst kan worden. Maar uiteindelijk moet hij doen wat hij moet doen en moet het ook nog enigszins betaalbaar zijn. Ja, en is dat ook iets hoe Leon dat nu schetst, is dat iets wat voor alle biobased producten vergelijkbaar geldt? Ja, eigenlijk wel. Dit is nu een exemplarisch voorbeeld, maar ook een voorbeeld waar we er dus al 10 van geproduceerd hebben. Maar uiteindelijk geldt dit voor alle biobased materialen. Hoe kom je nou uit die pilotfase en hoe kom je nou in een business case? En dan is het inderdaad zaak dat het echt van grondstoffase tot aan moderne contracten, zeg maar, voor de buitenruimte, dat het geregeld is, dat die keten in beweging kan blijven. Want die vraag is belangrijk, maar een betrouwbare vraag is ook belangrijk. Want je gaat geen fabriek bouwen als je weet dat je 20 verkeersborden af kan zetten. Die vraag moet wel terugkomen. Ja. En daarmee je moet vertrouwen wekken. Maar een stukje bewustwording is daar ook wel belangrijk in. En wat Leon daar straks ook al zei, het is een stukje cultuur, we doen dat altijd zo. En dan is het inderdaad zaak van, kunnen we ook meer functioneel uit gaan vragen? Of kunnen we wat meer op die milieukosten kijken? En daarmee dus duurzaamheid waarderen. Ja, en de gemeente Lelystad die merkte op in de chat. In augustus gaan wij om tafel met Esther om te zien of hier kansen liggen voor Lelystad. Was dat al bij jou bekend? Ja, zeker. Ja, nee, ik heb contact gehad met alle gemeentes in de provincie Flevoland en natuurlijk de provincie zelf. Mm-hmm. We willen vraag gaan creëren. Precies. En alle gemeentes hebben uiteindelijk ook last van de berenklauw. Ja, ja. Dus ze leveren hun eigen grondstof. En ze kunnen zelf het eindproduct gebruiken. Precies. Want jij zei, hè, van het is natuurlijk iets wat er volgend jaar ook nog wel is. En het is in heel Nederland te vinden, die berenklauw. Laten jullie ze nou vanuit heel Nederland ook aanrukken? Nee, met deze aantallen is dat voor nu nog absoluut niet nodig. En dat gaan we ook niet doen en dat mag ook niet. Maar het is wel om te leren van die opschaling. En kunnen we volgend jaar 300, 400, 500 maken. Dan kom je op enig moment hopelijk in die S-curve en dan kunnen we meer gaan doen. Want uiteindelijk, het wordt nu gemaaid,
Alleen het wordt nu gecomposteerd, dus daar hebben we niet zo heel veel aan. Nee. Maar op het moment dat we die kunnen wegzetten en gebruiken in een materiaal, wat we ook nog kunnen gebruiken en wat een langere tijd, 10, 15, 20 jaar misschien wel staat, dan heb je al die tijd ook die CO2 daarin opgeslagen. Precies. Nou, dat is overal denk ik een goede ontwikkeling. En ik hoop dat dat ook op andere plaatsen in Nederland ook gaat gebeuren. Ja, dus dat wat jullie nu in een keten met elkaar bedacht hebben, dat je dat gewoon landelijk eigenlijk uit kunt rollen straks. Ja. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Ja. En in ons voorgesprek kwam ook het fonteinkruid, werd nog even ergens genoemd. Kun je daar nog kort heel even iets over vertellen? Nou ja, dat is ook een plant die woekert, maar dan in de waterfase. Nou, heel veel last in de zomerdag. En met zwemmen en met het bootje wat een schroefje vastloopt en dergelijke. Zo zijn we eigenlijk in het grondstofcollectief Almere 6 jaar geleden begonnen. Van wat kunnen we daarmee? Nou, misschien kunnen we er papier mee maken. En nou ja, dat is gelukt. 10-20% van die vezels toevoegen aan een celstofblend. En intussen is het 4e of 5e jaar dat we elk jaar dus daarvan papier maken. En we hebben 30-40 klantjes die dat ook elk jaar afnemen. Dus trouwe afnemers, waardoor die business case heel langzaam zich ontwikkelt. En dat is wat jij ook schetst, hè? Zo'n business case moet zich gaan ontwikkelen. Mensen moeten die pilotfase aandurven. Ja. Want als ze op het moment dat ze dat niet doen, of denken van oké, we hebben een leuk projectje gedaan, dit is het. Nou ja, als je al niet tot de pilotfase komt, dan blijft het eigenlijk in het laboratorium. Ja. Daarmee leer je niet in de praktijk. Roelof gaf er straks, of Jolanda gaf ook aan dat er lignine in asfalt wordt toegepast. Ja. Zolang dat op labschaal blijft, ja, dan weet je niet wat er gebeurt als er een vrachtwagen overheen rijdt. Nee. Ja, dat is iets heel tastbaars, zeg maar. En daarom zijn die pilotprojecten, dat zijn eigenlijk middelen om te leren in de keten en vervolgens te kunnen opschalen. Dus ja, we hebben ze wel echt nodig. Ja, ja. Dus in wezen is wat jullie doen, hè, wat we net in het vorige gesprek hoorden van het ziekenhuis, die dan de reststromenanalyse doen. Jullie draaien het eigenlijk om. Van nou, wij hebben hier een product waar we iets mee moeten. Hoe kunnen we dat nu gewoon inzetten in de keten, zodat je geen afval inkoopt, maar zodat je dus gewoon een goed product inkoopt? Ja, ja, en daarin probeer je eigenlijk ook de match te maken van welke grondstoffen heb je, welke eigenschappen hebben die grondstoffen, en kun je die grondstoffen vertalen in een materiaal naar een product. Ja. Zodat het ook zijn toegevoegde waarde heeft in je product. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Kijk, en dat moet je eigenlijk demonstreren. En daar zijn fieldtesten. Dus die 10 bordjes van afgelopen jaar, het zijn er maar 10. Ha, ha, ha. Maar op het eind, nu staan ze wel buiten. Dus we zijn aan het leren. Ja. Hoe is het gedrag? Zijn ze functioneel? Gaat er de sticker niet af? Noem maar op, dat soort dingen. Dat zijn we nu aan het leren. En dan kunnen we in de volgende fase weer meenemen. Kunnen we weer fine-tunen. Ja. En weten mensen, als ik nou, ik heb nu de achterkant van dat bord gezien, dus oké, nu denk ik van oké, dus dat is dus een biobased verkeersbord. Maar als mensen door de polder rijden, kunnen ze dan ook spotten? Nou, nu nog niet. Verkeersbord spotter worden? Nou ja, dat is een nieuwe sport. Misschien kunnen we een challenge aan verbinden of een prijsvraag. Nou ja. Ja, wat doe jij.nl? Wat doe jij eraan? Ja. 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 Mooi, ik vind het een prachtig mooi project. Ik wil jullie heel veel succes daarmee wensen. En ik hoop oprecht dat we over een aantal jaren bij elk nieuw bord wat vervangen moet worden, dat we in ieder geval een aantal biobased verkeersborden tegen mogen komen. En dat ook andere projecten uit die pilotfase komen. Aan jullie enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen. Dank jullie. We laten het in ieder geval niet uit de klauwen lopen. Zo is het, je laat het niet uit de klauwen lopen. Dank jullie wel. Dank je wel. Aan deze kant van de tafel is inmiddels aangeschoven gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Tineke, ja, klopt. Welkom. Dankjewel. Ik kwam nog uit een andere bijeenkomst. Je had een volle agenda vandaag. Klopt, maar ik was toch heel graag even bij dit circulaire platform Flevoland aanwezig. Omdat je ook nu vandaag weer de energie merkt die er op dit thema aanwezig is. Want dit is iets wat in uw portefeuille zit. En van mijn collega Cora Smelik, maar eigenlijk van het hele college. Want het leuke is dat Flevoland in haar omgevingsvisie circulariteit ook als principe heeft opgenomen. Circulariteit als principe opgenomen. En is dat dan, we hoorden van Jolanda in het begin de aantallen van 2022 moet het 10% en in 2025? 50% in 2025. 50%, ja. En daarna willen we natuurlijk zo snel mogelijk naar 100%. Maar het belangrijkste wat ik probeer aan te geven, dat we het ook als uitgangspunt, het circulaire denken, beleidsmatig uitgangspunt in onze omgevingsvisie hebben opgenomen. En dat geeft ook weer een aanknopingspunt, omdat in al je beleidsvelden, dus ik zou bijna zeggen provinciebreed, ook die circulaire principes aan te brengen. Laat ik een voorbeeld noemen. We hebben
Net een aanbesteding gehad voor onze catering. Nou, dat betekent ook dat we die prestatieindicatoren in de aanbestedingsuitvraag ook hebben aangegeven. He, zoveel procent circulair, regionaal, korte ketens. En dan blijkt dat de markt daar ook heel goed op reageert. En dat ook steeds beter wordt of steeds meer. Precies. Nou, dat horen we denk ik vanmiddag ook. Hè. Een heel inspirerend verhaal van het Flevo ziekenhuis. Hoe ze eigenlijk door de hele organisatie heen dat circulaire denken proberen te bevorderen. Nou, en het is aan ons als overheid om daar dan ook, als het gaat over innovatievraagstukken met betrekking tot zo'n casus als de berenklauw en de circulaire verkeersborden, daar ook ondersteuning aan te bieden in de vorm van subsidies of fondsen of business development ondersteuning. Dat kan heel breed zijn. Want u bent ook wel iemand die liever in kansen denkt dan in problemen. Ik vind het belangrijk dat we als Flevolandse samenleving als geheel een beweging gaan vormen naar die circulaire economie toe. Een beweging naar de circulaire economie. En wat voor, want u noemde al even het Flevo ziekenhuis en de berenklauw. We hebben de rotonde, de Dronterwegrotonde, hebben we voorbij zien komen. Zijn er meer van dat soort projecten waarvan u denkt van, oh, maar daar kunnen we ook nog wel wat mee, willen we wat mee? In zijn algemeenheid hebben we natuurlijk als overheid een enorme inkoopkracht. Macht, zou ik bijna zeggen. We kopen landelijk gezien bijna 70 miljard jaarlijks in als overheden. Dat geldt ook voor de provincie. Daarmee ben je een belangrijke launching customer vaak voor nieuwe innovatieve circulaire producten. En daar proberen we als Flevoland in onze inkoop en aanbesteding ook echt rekening mee te houden. Door die circulaire uitgangspunten ook voortdurend uit te vragen. Want jullie doen dat dus heel nadrukkelijk, hè, in de omgevingsvisie. Ja. En dat is ook iets wat landelijk... Wat elke provincie in zijn omgeving moet opnemen? Nee, ik hoop uiteindelijk dat in alle omgevingsvisies van alle overheden, zowel landelijk als gemeentelijk, die circulaire principes en die circulaire economie ook duidelijk naar voren komt. Maar wij hebben daar als provincie heel duidelijk voor gekozen. Omdat we denken dat de circulaire economie ook echt de economie van morgen is. Ja. Dat daar ook de verdiencapaciteit en het innovatieve vermogen van Nederland en van Flevoland ook deels in ligt. En dat is natuurlijk ook mooi, want dat is ook weer iets om je eigen... Om je te onderscheiden. Precies, om je te onderscheiden. En ook om nieuwe verdienmodellen te maken. Ik denk ook dat het een belangrijke opgave is voor... Nou, dat geldt voor Flevoland, voor de MRA, maar ook voor Nederland en Europa als geheel. Om je economie ook te baseren op dit soort circulaire uitgangspunten. Nou, je hebt natuurlijk te maken met alle doelen die gesteld zijn. En niet alleen landelijk, maar ook op Europees niveau. Op Europees niveau hebben we natuurlijk te maken met onze klimaatdoelstellingen. En de klimaatdoelstellingen die kun je eigenlijk niet halen zonder ook gewoon 100% circulair te gaan werken. 100%? Ja, dat denk ik wel. Wow. Om alle grondstofstromen ook gewoon in beweging en zo gewoon in een stroom te houden en uiteindelijk ook biobased te gaan werken. Dat is uiteindelijk denk ik ook het doel van een klimaatneutrale samenleving. Dat is een heel mooi doel. En zou je daar ook een, ik wou bijna zeggen, een oproep doen aan de kijkers wat kunnen we hiermee? Nou, wij als overheid kunnen heel veel. Hè. We kunnen het inkoopbeleid, daar hebben we het vanmiddag over. Maar tegelijkertijd is het ook bijvoorbeeld in het onderwijs. Hè. We hebben ook met het HBO en het MBO circulaire leerlijnen ontwikkeld. Circulaire cv's ontwikkelen. Mm-hmm. Dus dat ook bij onze toekomstige ondernemers en werknemers zet. Dat circulaire denken al gewoon op gang wordt gebracht. En dat ze feitelijk al, als ze in hun werkzame beroepsleven circulair gaan ontwerpen. Hè, dat is een heel belangrijk element. We zijn bezig met een aantal circulaire business development aanstellingen bij onze regionale ontwikkelmaatschappij. We hebben fondsen die ondernemers kunnen helpen in het rondmaken van hun business cases. Nou, we hebben net al gezien hoe lastig het is om zeg maar van proof of concept naar de markt te gaan. Ja, nou, daar zijn een heel groot aantal stappen bij nodig waar heel veel ondernemers in geholpen moeten worden om uiteindelijk van idee naar product en van product naar markt te gaan. Dus ondernemers helpen van idee naar product, van product naar markt. Nou, ik denk dat we een prachtig, mooie... heel aantal voorbeelden hebben gehoord vanmiddag. Precies. Van wat voor worsteling dat is. En het is aan ons als regionale overheid om die ondernemers te helpen. En als samenleving ook die beweging aan te geven. Zodat er ook een afzetmarkt voor is. Laten we ons met elkaar daar hard voor maken dat we dat op termijn voor elkaar krijgen. Die 100% circulaire economie. Zo dank u wel.
En we hebben daar nog tijd voor, maar de tijd dringt aan de andere kant natuurlijk ook. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo, ja. We zijn aan het einde van deze uitzending en ik hoop dat u zich geïnspireerd weet door alles wat hier vandaag gezegd is over circulair inkopen. Stel uw vragen nog in de chat, als u die nog heeft. De sleutel is inderdaad dat de overheid verder gaat naar de pilots, wordt hier nog opgemerkt. Dus de biobased circulaire initiatieven moeten mainstream worden. Dat is eigenlijk wat de gedeputeerde ook zei. En laten we ons met elkaar daar hard voor maken dat we dat voor elkaar krijgen. De platformbijeenkomsten zijn hopelijk volgend jaar of in de loop van dit jaar misschien al wel gewoon weer live, zodat u ook uw live matchmaking kunt doen. Voor nu wensen we u een hele fijne avond en dank aan alle sprekers die hier hun mooie verhaal hebben gedaan. Tot ziens.